Goedendag, Telegraaf vandaag van woensdag 23 december. Zo'n beetje alle winkelstraten in ons land dreigen compleet te veranderen. V&D en DA aan de rand van de afgrond. Gisteren al hetzelfde nieuws over Dolces, Invito, Manfield en Scapino. Het is er allemaal aan de hand. Voor welke bedrijven moeten we nog meer vrezen? En ook een dingetje, hoe zit het nou met je bestelling en je cadeaubon? Richard van de Kommert is hier. Richard, welkom. Jij volgt al die winkelketens al heel lang. Je weet er alles vanaf. Is het toeval of niet? Wat gebeurt er ineens allemaal? Het is niet helemaal toevallig wat er nu allemaal met allerlei winkelketens gebeurt. Wat we zien namelijk is dat een paar dingen aan de hand zijn. We zijn meer gaan kopen op internet, dat is één. Maar veel belangrijker is eigenlijk dat we met z'n allen in de loop van de jaren, de afgelopen 10 jaar, niet meer zijn gaan verdienen. En wel heel veel geld uit zijn gaan geven aan elektronica. Dat wil zeggen aan smartphones, aan tablets. En dat slokt zo'n groot deel van ons besteedbare inkomen op, dat we op een andere manier moeten gaan bezuinigen. En dat zorgt ervoor dat we naar goedkopere winkels zijn gaan zoeken. En de V&D, de Dolces, de DA-drogisterijen zijn nog net winkels in het middensegment. En die slaan we dan even over. Precies, maar dingen aan de bovenkant doen het vaak wel nog goed, toch? Ja, als we onszelf willen verwennen of cadeautjes willen kopen, dan gaan we echt inderdaad naar winkels als de Bijenkorf. Dat gaat echt heel erg goed. En om een vergelijking te maken met DA, in de afgelopen jaren is een keten als Rituals bijvoorbeeld uit de grond gestampt. Dan gaan we voor dat soort dingen naar zo'n wat luxere keten. En dan die momenten van verwennen, die pakken we ons toch wel. Ja, dus verwennen of echt goedkoop en ertussenin, daar slaan we over, duidelijk. Maar goed, voor het personeel is dit natuurlijk vreselijk. Ik bedoel, we zitten vlak voor de kerst. Het is een drama voor het personeel. Absoluut. Het personeel van V&D heeft gelukkig deze week wel als een maandsalaris over december binnen. Maar ja, daarna, wat gaat er daarna gebeuren? En het zijn toch 5000 mensen, behoorlijk veel mensen die bij V&D werken. Ik heb hier en daar wat retaildeskundigen gebeld. En die zeggen, joh, V&D, dat is lastig om dat door te starten. En als er van die 263 winkels die we op dit moment door het land hebben, in die end nog 20 overblijven, dan hebben we het goed gedaan. Dan is het veel, kan je nagaan zeg. Ja, aan de andere kant, Laplace hoort ook bij, deze uitstel van betaling. En voor Laplace zijn de meeste mensen wat gunstiger gestemd. Daar zit echt nog wel muziek in. Ja, die zitten natuurlijk niet alleen in die winkels, maar ook hele losse restaurants langs de snelwegen. Voor klanten is het natuurlijk ook lastig, helemaal als je een cadeaubon hebt of je wil iets ruilen. We hebben er een paar gesproken vandaag, laten we even kijken. Ik hoorde net al in de winkel dat je dingen dus niet meer terug kan brengen. Of kan ruilen of cadeaukaarten in kan leveren. En dat is niet terecht, want ja, begrijp het wel. Hè, uitstel van betaling, maar dan is op die manier toch de consument te dupe. Ja, ik vind het heel erg. Ik heb net een cadeaukaart gekregen voor kerst. Dus, maar ik kan hem niet gebruiken. Ik kwam net aan en toen zei ze dat ik een formulier op moest zoeken op internet. En dan gaan ze verder kijken wat ze ermee kunnen doen. Consument is de dupe, Richard. Hoe zit het met de regels, met dit soort dingen? Nou ja, de consument is de dupe natuurlijk. De consument met die cadeaukaarten is op dit moment de dupe. Is echt heel vervelend. Wettelijk is zo bepaald op het moment dat de uitstel van betaling wordt aangevraagd, dan zijn dat soort cadeaukaarten ineens niet meer geldig. Dat is heel, heel raar, maar het zorgt gewoon niet voor omzet. Dat mag V&D doen. Dat mag geen enkele keten mag dat die failliet gaat. We hebben het een paar jaar geleden ook gezien. Exact hetzelfde toen de Free Record Shop omviel. Ook daar hadden mensen nog heel veel cadeaukaarten van. Ze zijn waardeloos geworden. En mocht er een doorstart gemaakt worden door bij bijvoorbeeld een aantal winkels van de V&D, dan is nog maar de vraag of de kaarten die je in bezit hebt nog geldig worden verklaard. Ja. Nou, nu zitten we in de rats, tenminste klanten die nog wat willen van die winkels. Maar ja, feit is natuurlijk, we hebben gewoon met z'n allen te weinig gekocht daar. Daar komt het door. Ja, en je begon je verhaal met de winkelstraten. Er gaan er misschien nog leger uitzien als in heel veel binnensteden de winkelstraat er nu al uitziet. Ik vind het eigenlijk helemaal geen enkel probleem als middelmatige ketens, zoals degene die nu surseance van betaling hebben aangevraagd, verdwijnen uit het straatbeeld. Daar komt echt heel veel voor terug. En als het niet terugkomt, dan moeten in die kleine ketens, daar is eigenlijk wel de voor- en tegenstanders zijn het erover eens, moeten gewoon wat kleinere kernen komen, wat kleinere binnensteden, met wat meer horeca en bioscoopje erin. En dat gaat de reden worden waarom we in de stad gaan, om wat ze dan noemen recreatief winkelen, fun shoppen. Voor de gezelligheid. Voor de gezelligheid ga je nog de stad in. En misschien ga je daar nog wel schoenen passen. Maar uiteindelijk bestel je ze dan een dag later op internet. Ja, over die schoenen, daar hadden we natuurlijk gisteren allemaal nieuws over. Het lastige is natuurlijk, die ketens hebben ook last een beetje van imago. Jij noemt het al middelmatig. Veel mensen hebben niet echt een band met die winkels. Daar hebben we gisteren al wat mensen over gesproken. Ik heb er helemaal geen moeite mee hoor, er zijn schoenenzaken genoeg, toch? Als het af is gelopen, is het afgelopen. Ik heb mijn baan ook zo verloren, dus ja.
We hebben daar niks over te zeggen natuurlijk. Ja, zoveel schoenen koop ik niet, dus ik vind het niet zo'n probleem. Ik koop iets wel ergens anders. Ja. Heeft u een idee waarom dat zo slecht gaat met de Macintosh en deze schoenenzaak dus ook? Internet denk ik, hè? Ja, daar hebben we het net over gehad, Richard. Ik denk dat we straks wel allemaal in de opheffingsuitverkoopbakken staan te graaien. Ja, één ding is dan leuk en dan is de consument die de dupe is met die cadeaukaarten toch wel even de lachende derde. Zoals het er nu naar uitziet krijgen we januari en februari een paar heerlijke opheffingsuitverkoopweken. Ja, toch nog even wat van dat decembergeld aan de kant houden. Tot slot, waar moeten we nog meer voor vrezen? Want als ik jouw verhaal zo hoor, waren dit niet de laatste. Nou, er zijn, dat weten we, een aantal ketens die het echt moeilijk hebben. Geen geheim is dat de HEMA omringt met allerlei schulden. Al een aantal jaren verlies draait. Gevaarlijk, ja. Is in een gevaarlijke zone. Hoewel ik denk dat bij de HEMA nog wel zoveel unieks is dat het overeind kan blijven en dat mensen en het ook willen blijven steunen. Maar dat is wel een keten die het knap lastig heeft, die dat ook communiceert met de rest van Nederland. En voor de rest, ja, kijk even rond. Waar komen niet veel mensen meer een keten als de Kijkshop? Ik vind het nog heel gek dat die nog steeds bestaat. Maar kennelijk is dat nog steeds levensvatbaar. Nou goed, dat is speculeren. Dank voor je uitleg, Richard. Graag gedaan. Richard van der Krommert was dat van de DFT-redactie. Tot zover Telegraaf vandaag. Meer nieuws en filmpjes bij DFT en ook op telegraaf.nl. Morgen meer in de krant. Dag.